Hoe maak je natuurlijke zeep met aloe vera en honing? Natuurlijke zeep is altijd al beter voor je huid geweest dan de commerciële zeep die je in winkels en warenhuizen vindt, omdat het geen artificiële chemische bestanddelen bevat. Zonder enige twijfel garandeert het gebruik van natuurlijke zeep betere dermatologische effecten, een betere hydratatie, meer voeding dankzij natuurlijke olie, een optimale pH-balans, gladheid en elasticiteit en een verbazend antioxidatief en tonifierend effecten. Misschien heb je al natuurlijke zeep in huis. Gemaakt van olie, loogwater en glycerine en maar wanneer je het nog nooit geprobeerd hebt en je wil graag weten hoe je een huisgemaakte zeep maakt die extreem goed is voor je huid, lees dit artikel dan verder en je zal niet teleurgesteld zijn. Een natuurlijke en fantastisch geurende zeep met gezonde eigenschappen is bovendien een zeer leuk geschenk voor vrienden en, of familie. Zullen we het proberen? Hier gaan we dan. Welk type zeep wil je maken? Er bestaan duizenden soorten natuurlijke zeep, waarvan elke zijn eigen specifieke karakteristieken heeft. Dit maakt het voor jou makkelijk om te beslissen waarvoor je het wil gebruiken. Laten we eerst een kort overzicht geven. Zeep gebaseerd op haver, scrubt en is zeer goed voor de gevoelige huid. Zeep gebaseerd op slakkenslijm, helpt het evenwicht van de vetzuren in de huid te herstellen, verhelpt huidirritatie en acne. Zeep gebaseerd op sinaasappel of citroen, aanbevolen voor een vettige huid. Aloe vera zeep, beschermt, verzacht, hydrateert en regenereert je huid. Het helpt acne te bestrijden. Goudsbloemzeep, zeer goed toepasbaar op droge en delicate huid, vooral voor kinderen en baby's. Egelantierzeep, een goede genezer, herstelt beschadigde huid. Zeep van aloe vera en honing maken. We hebben ervoor gekozen om je te tonen hoe je zeep maakt van aloe en honing, omdat dit een makkelijke en zeer bruikbare manier is om je huid te verzorgen. De combinatie van deze twee natuurlijke elementen, aloe en honing, is essentieel voor het verkrijgen van dermatologische regeneratie en om je huid gezond, gehydrateerd en schitterend te houden. De zeep is bovendien bruikbaar voor het hele gezin. Hieronder tonen we je de meest simpele manier om de zeep te maken. Door het gebruik van glycerine zal je zonder veel problemen een zeep van de beste kwaliteit kunnen creëren. Er zijn ook andere, meer complexe manieren. Zo kan je bijvoorbeeld oliën uit je huis gebruiken of gebruik maken van natriumhydroxide. Dit laatste is echter een zeer gevaarlijk element, dat je kan schade kan toebrengen bij het gebruik ervan. Deze keer gaan we dus voor de gemakkelijkste oplossing, om er zeker van te zijn dat je op een volledig veilige manier slaagt in je opzet. Ingrediënten. Pulp van 4 takken aloe aloe vera 2 glycerine zeepstukken van 250 gram 4 eetlepels honing 100 ml olijfolie citroenzest. Benodigdheden. Een glazen kom magnetronnen elektrische klopper. Bereiding. 1. Neem de kom met de 2 glycerine zeepstukken erin en zet dit meteen in de magnetron. Wacht tot het smelt, ongeveer 3 tot 4 minuten. Vervolgens neem je de aloe vera,
pulp en voeg je dit toe aan de kom, samen met de 4 eetlepels honing en de citroenzest. Verwarm een kleine hoeveelheid olijfolie. Deze dient lauw te zijn. Wanneer de olie te heet wordt, verliest het zijn eigenschappen. Nu is het de beurt aan de elektrische klopper. Klop het mengsel terwijl je er beetje bij beetje de warme olijfolie aan toevoegt. Je zult zien dat alle bestanddelen zich zullen mengen tot een homogeen deeg met een mooie, heldere kleur en een uitstekende geur. Plaats het deeg nu in een voorgevormde mal. De mal moet van plastic en vierkant van vorm zijn. Dit wordt de uiteindelijke vorm van je huisgemaakte zeep. Vul de mal, maar houd nog enkele centimeters over. Dit maakt het nadien makkelijker om de zeep uit de mal te halen. 6. Zet de mal vervolgens in je koelkast, zodat het kan opstijven. Hoe lang moet dit? Een volledige dag wordt aangeraden. Na de zeep uit de mal genomen te hebben, kun je het eventueel in stukken snijden voor dagelijks gebruik. We hebben citroen en olijfolie gebruikt als essentiële oliën voor onze zeep, maar je kunt ook andere ingrediënten naar wens gebruiken, zoals roos, sinaasappel, lavendelolie. Voor een mooiere presentatie kun je de zeep in leuke vormen snijden, zoals een hart of een ovaal. Zo kun je het later mooi kan inpakken met een strik eromheen en vormt het een perfect cadeau voor een geliefde. De geur en ongeëvenaarde effecten op de huid vormen zonder enige twijfel een fantastisch cadeau, waar iedereen je dankbaar voor zal zijn.